zwarte aan de zijkant van deze luchtballons. Dan zullen we overzetten. Dan komt de kop weer in van de bepaalde luchtballon. Dat gaat draaien, deze luchtballon. Dat kunnen we mooi zien bij de luchtballon van de mooie weer van Luc Poppen. Die hem ook wat gedraaid heeft in de lucht. Kijken naar wat komen gaat. En we zien dat de crewleden van de rol vandaan overigens nog druk bezig zijn. Of al het klittenband goed is. En we horen op die achtergrond die enorme brandbus van de luchtballon van Hoijstein. Bronvaders zullen vanavond een vaart gaan maken op een hoogte van rond de 2, 3, 400 meter. Dat zijn de mooiste hoogtes om te gaan bronvaren. Hoger op mooiste, de hoogste hoogte overigens wat je mag varen in Nederland is rond de 2, 3 kilometer. Hoger mag je niet, maar dat is toch weer afhankelijk of je in de buurt bent van vliegveld, vliegtuigen, vliegvelden, etc. Maar desalniettemin zullen de rollenvaarders dus vanavond de passagiers een geweldige ervaring mee laten maken. Als ze varen vanavond wellicht over hun eigen woning. Wellicht gaan ze dan zien hoe het bij de buurman uitziet. Wellicht gaan ze dan zien hoe het verder in de buurt eruit ziet met betrekking tot de netheid in de tuin. Dat is zo mooi. Als je gaat varen, dan is het volledig stil. Je hoort er eigenlijk helemaal niks. Je hoort de branders, je hoort de hitte van de branders, het getik van die branders. En voor het overige is het alleen maar genieten. Genieten van alle moois wat je onderweg tegenkomt. Je hoort de honden blaffen, je hoort de schapen wat blazen, je hoort de buurman. En je ziet natuurlijk ook nog de ballon van Oscar Dracht, die ook zojuist is opgestegen in de ballon van Credits. We blijven applaudisseren. We blijven het mooi vinden, dus we vinden het fantastisch dat ook de rol van Credits van Oscar Dracht afkomstig uit Borne zojuist opgestegen is. En niet alleen die, maar ook Tracy Anders is zojuist opgestegen. Maar eerst nog even terug naar de bron van Credits. Het was natuurlijk ook weer geweldig dat we hier zo in ons midden hebben. Hij werd gehaald in het jaar 1987, meer dan 2500 vaarwuur op zijn naam staat. En zojuist opgestegen met de bron van Credits. En natuurlijk ook opgestegen die Smiksmith, de nieuwe bron van de Justerbrouwerijen, die bron die we woensdagavond gebruikt hebben vanavond dus de tweede vaart maakt. Tracy Anders, de piloten, die heel vaak gevaren.